Ja, welkom. Ik ga het hebben over de mythe van de platte aarde. Wat ik daarmee bedoel, kan ik het beste illustreren aan de hand van een recent interview met een Texaanse krant met de Republikeinse presidentskandidaat Ted Cruz. Op 25 maart zei in dat interview Ted Cruz namelijk het volgende. Today the global warming alarmists are the equivalent of the flat earthers. It used to be accepted scientific wisdom that the earth is flat. And this heretic named Galileo was branded a denier. Dus, Galileo zwom tegen de stroom in door te beweren dat de aarde rond was. En op dezelfde manier zwemt Ted Cruz tegen de stroom in door te beweren dat klimaatverandering niet bestaat. Nou, gaat waarschijnlijk een aantal dingen mis. Eén ding dat misgaat in dit citaat is dat Galileo zich misschien inderdaad afzette tegen een geocentrisch wereldbeeld, maar dat het toch niet degene was die voor het eerst bedacht dat de aarde rond was. Dat wisten we toch al. Nou, die reactie komt dan ook. Dit is 25 maart. Op 26 maart verschijnt er een brief in de Washington Post, een ingezonden brief, geschreven door Galileo. Dear Ted, this is so wrong. This is more wrong than a geocentric model that I actually spent my life debunking. We knew the earth wasn't flat, dang it. Columbus had already sailed. Dus wat is de boodschap? Het was niet Galileo die tegen de stroom inzwom door te betogen dat de aarde rond was. Het was Columbus die tegen de stroom inzwom en het ook nog liet zien dat hij rond was door eromheen te varen, althans door dat te proberen. Lijkt een goed antwoord van Galileo. Toch is er ook in Galileo's claim iets diep misleidend, namelijk de gedachte dat Columbus tegen de stroom in zou zwemmen met zijn betoog dat de aarde rond was, want er was helemaal niemand die dat ontkende. Er was geen stroom om tegen in te zwemmen. De gedachte dat de aarde rond was, was volstrekt geaccepteerd toen Columbus begon te varen. Het was altijd al accepted scientific wisdom. Dus hoe komen we dan tot die gedachte dat men ooit anders heeft gedacht? Hoe kunnen we ons dat ooit in het hoofd hebben gehaald? Nou, laat je eerst eens ervan overtuigen dat het inderdaad altijd scientific accepted wisdom is geweest dat de aarde plat rond was. Rond was. En vervolgens laat ik je zien hoe we dan aan de mythe komen dat sommige mensen ooit gedacht hebben dat die plat was. Laten we eens kijken. Laten we eens kijken naar de mensen die er het vaakst van beschuldigd zijn om gedacht te hebben dat de aarde plat was. Dat zijn de middeleeuwers. Nou, wat ik je kan vertellen over de middeleeuwers, die konden ook kijken. Dus die zagen ook wel dat als je een schip aan ziet varen, dat dan eerst de mast verschijnt en dan het voorsteven. Nou, als de aarde plat zou zijn, dan is er geen enkele reden waarom je niet voorsteven en mast tegelijkertijd aan zou zien komen uit de verte. Dus op grond van dit soort observaties betoogde bijvoorbeeld Johannes van Sacrobosco dat de aarde een bol was. En dat betoogde hij in een boek dat hij ook nog eens een keer de bolvorm van de aarde noemde. Bovendien waren de meeste middeleeuwse wetenschappers volgelingen van Aristoteles. En Aristoteles die had betoogd dat het element aarde, dus het spul, dat in principe neigt naar het centrum van het universum. En doordat het naar het centrum toegetrokken wordt, convergeert het tot een bolvorm. Dat is een punt van die Aristotelische fysica. Bovendien, niet alleen in de wetenschap wist men donders goed dat de aarde een bol was. Ook buiten de academische context was dat een gemeenplaats. Het is een 14e eeuws beeld van Karel de Grote. Karel de Grote heeft iets in zijn hand. En dat lijkt op een appel. Het heet ook een rijksappel. En die rijksappel die symboliseert de aarde waar Karel de Grote macht over heeft. En die aarde is bol. Klopt. En ook dit is niet iets bijzonders van deze beeldhouwer, is volstrekt standaard. Als je in de middeleeuwen gaat zoeken naar mensen die dachten dat de aarde plat was, je zult ze waarschijnlijk niet vinden. Het is een mythe. Oké, dat gezegd hebbende. Hoe komen we dan aan die mythe? Waar komt het idee vandaan dat de aarde ooit plat was in de ogen van de middeleeuwers? Nou, zoals zoveel historische mythes komt dat uit de 19e eeuw. Bijvoorbeeld uit een boek van Washington Irving over het leven en de reizen van Galileo. Dat is een fictie. Nou, in dit literaire werk wordt Columbus gepresenteerd als een revolutionair denker. Iemand die tegen de stroom inzwom door te betogen tegen de kerk, tegen de theologen, dat de aarde rond was. Dit is zoals Irving het beschrijft. Columbus was a simple mariner, standing forth in the midst of an imposing array of professors, of friars, maintaining his theory with natural eloquence, and as it were pleading the cause of the natural world. Prachtig gezegd. Alleen, één boek maakt natuurlijk nog geen mythe. Dus hoe komt het dat die mythe zoveel succes heeft gehad? Nou, dat heeft iets te maken met de context waarin dit soort uitingen geplaatst wordt. Want
Laterop in de 19e eeuw, dit boek is 1827, laterop in de 19e eeuw wordt bij een aantal wetenschappers een soort conflict gepercipieerd tussen religie enerzijds, wetenschap anderzijds. Ze zien dat Darwin niet goed ontvangen wordt. En dat lijkt sommigen ertoe te concluderen dat wetenschap en religie intrinsiek onverenigbaar zijn. Intrinsiek onverenigbaar zijn. En om dat punt te maken, om te maken het punt dat wetenschap en religie nooit samen kunnen gaan, hebben ze er een zeker belang bij om die christelijke middeleeuwen af te spiegelen als een periode van wetenschappelijke stagnatie. Nou, dat zie je bijvoorbeeld gebeuren in dit boek van een New Yorkse medicus, Draper. The Conflict, The History of the Conflict Between Religion and Science. Daar wordt betoogd dat, hoewel de islamitische geleerden en ook de oude Grieken wel wisten dat de aarde een bol was, die middeleeuwse theologen daar niet aan wilden. The writings of the Mohammedan astronomers and philosophers had given currency to the doctrine of the spherical earth. But, as might be expected, it was received with disfavor by the theologians. Hetzelfde, een paar jaar later, door een meneer White, een historicus, die beter zou moeten weten, History of the Warfare of Science with Theology. Ook daar, a few of the larger-minded fathers of the church were willing to accept this view, de rondheid van de aarde. But the majority of them took fright at once. Waar ze dan zo bang voor zouden zijn, wordt niet bijverteld. Ik bedoel, je kan er niet afvallen, dus wat het probleem precies is, niet duidelijk. Bovendien komt in dit verhaal ook weer dat idee terug van Columbus die tegen de stroom inzwemt. Iemand die tegen de theologen moet laten zien dat de aarde toch echt rond is. The warfare of Columbus the world knows well. How sundry wise men of Spain confronted him with the usual quotations from the Psalms and how, even after he was triumphant, the church solemnly stumbled and persisted in going astray. Aan dovemansoren gericht. Nou, dit is dus allemaal een mythe, hebben we gezien. Het geloof in de platte aarde was geen middeleeuwse realiteit, maar een 19e eeuwse uitvinding. Nou, wat kunnen we daarvan leren? Nou, ten eerste dat zelfs de geschiedschrijving van de wetenschap niet immuun is voor ideologisch geladen frames. Het tweede, die frames kunnen behoorlijk bot zijn. Wat we hier hebben gezien namelijk is, op grond van een literair werk en een paar verzonnen feiten, wordt eigenlijk een hele periode weggezet als antiwetenschappelijk en toch ook een beetje achterlijk. Bovendien zijn die frames, als ze eenmaal goed geformuleerd zijn, enorm resistent. Want we kwamen het al tegen bij Ted Cruz, maar het is altijd misschien makkelijk lachen om hier en daar de verdwaalde republikein. Maar dit is een recent, 2009 geloof ik, uitgegeven didactiek boek Aardrijkskunde en daar lezen we dodelijk dit. Tot ver in de middeleeuwen dachten de mensen dat de aarde plat was en het middelpunt van het heelal. En Galileo en Copernicus moeten ons daarvan genezen. Nou, kun je zeggen, het is aardrijkskunde, het gaat hier niet om de geschiedenis. Nou, kijken we naar een geschiedenisdidactiek handboek. Het idee van een platte aarde bestond al lang, gaat over de 13e eeuw. En het was ook de opvatting van de kerk. Ik weet niet waar het vandaan komt, het is namelijk gewoon niet waar. Het is totaal niet waar. Nou, dat laat zien dat we ook anno 2016 nog het risico lopen mee te gaan in het frame van Amerikaanse denkers als die Draper, als die White. Wat kunnen we daartegen doen? Nou, het eerste, we kunnen er sowieso bewust van zijn. Tweede, we kunnen verder gaan met het onderzoek doen naar de geschiedenis en de manier waarop ze opgeschreven is. Lang niet altijd neutraal. En we kunnen een beetje sceptisch betrachten over grote claims over de geschiedenis. Dus dat is de uitnodiging waar ik mee wil eindigen. Als u nog eens een keer een opiniemaker grootse claims hoort maken over de duistere middeleeuwen versus verlichtingswaarden als tolerantie en rationaliteit, wees dan een beetje sceptisch en realiseer je dat ergens in dit verhaal waarschijnlijk een overgang gemaakt wordt van wetenschap naar een reclamepraatje. En dat die overgang wel eens eerder in het verhaal zou kunnen zitten dan je denkt en dan je hoopt. Dankjewel.